en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, het is inmiddels al een zaterdag voor mij, maar ik ben in ieder geval nog, ik denk ik zal nog even een vlog doen. Ik ben de vlog van de Hoek van Holland ben ik nu online aan het zetten. En als jullie dit zien, dan is het alweer een paar dagen verder, maar voor mij is het zaterdag al. Het is al 2:30, dus ik moet een beetje opschieten. Morgen ga ik naar de Efteling. Het wordt weer een hele leuke dag. En ik had vandaag lekker vrij. Ik had even lekker een vrije dagje genomen. Even bijkomen, even uitrusten. Voor zover het gaat, want de bovenbuurman heeft zijn hele gezin weer uitgenodigd. Dus jullie weten het alweer. Ik heb al een paar vlogs geleden. Heb ik het al een keer gezegd of zo. Een 100 vlogs geleden. Ik snap dat hij je visite moet hebben. Maar niet ten koste van je buren. Maar ja. Hij gaat gewoon door. Woonbron doet er niks aan. Ik zag de woning. Hoe noem je dat? De woning, hoe noem je dat ook weer? Ja, in ieder geval die vent die over deze flat gaat, die zag ik nog in ieder geval vandaag. Zat weer lekker lui in zijn autootje. Ja, je zal maar moeten werken. Je kan ook gewoon lekker je auto een beetje rondtoeren en verder geen hol uitvoeren. Nou, toch al geen hoge pet op van de woonbron. Dus het is een waardeloze woningstichting die totaal niks doet. Maar ja, als je je huur niet betaalt, dan word je natuurlijk gelijk uitgezet. Dan zijn ze wel ineens heel snel. Maar over het algemeen doen ze niet veel. Ik doe even heel moeilijk. Zo. Ik moet even de rotzooi even opruimen. Dus nou, morgen ga ik in ieder geval naar de Efteling toe. Ik heb er echt reuze veel zin in. Ik kan niet wachten tot tot het zover is. Ramon gaat mee en Kevin gaat toch mee. Dus het wordt wel een hele gezellige, leuke dag wordt het. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En natuurlijk gaan we ook weer naar het Negenpleinenfestijn. En natuurlijk weer even helemaal losgaan op DJ Chesto van, van de Aquanura Show. Op de Aquanura Show. Dus echt geweldig is dat. Ja, ik heb niet heel erg veel te vertellen. Ik heb even lekker rustig aangedaan. Lekker een beetje bij mijn buurman gezeten. En deze batterij ga ik dan even opladen. En dan ga ik daarna ga ik lekker mijn mandje in. Want morgen om we hadden 1:30 afgesproken. Dat werd alweer iets later. Dat zal wel weer 2:30 worden of zo, denk ik. Maar in ieder geval dan gaan we richting Efteling. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dus ik kijk er al eigenlijk al een week, eigenlijk alweer een week geleden, kijk ik er al naar uit. Ik ben vorige week natuurlijk niet geweest. Toen baalde ik verschrikkelijk dat ik weer thuis zat en dat ik er niet naartoe ging. Maar nu gelukkig, eindelijk is het weer zover. En dan zondag ga ik ook nog wat doen. Ik hoop dat dat nog doorgaat. Maar dat gaan we wel zien. Dus ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dat heb ik al 3 keer gezegd. Maar het is altijd leuk. Ik ben echt ontzettend blij met mijn Efteling abonnement. Dat ben ik blij op. Ik heb hem er inmiddels al uitgehaald. Ik ga voor de 5e keer al. Dus ik heb mijn Efteling abonnement heb ik al voor dit jaar er alweer uit. Maar ja, het is gewoon ook zo leuk. En het vervult gewoon nooit. Ze zeggen wel eens, joh Marco, word je nou niet gek elke keer van naar die Efteling gaan? Ga dan nou niet eens een keertje vervelen? Nee, het vervult nooit. Ik blijf het altijd hartstikke leuk vinden. En wat is er nou allemaal? Oh jongens, ik word weer geïnterrupeerd. En moet je 3 keer rijden, doe wie? Jullie raden het al. Dribbel. Wat is er nou allemaal, ouwe boef? Zie je, druk mijn knopje ook nog uit? Ja, oh, gozie toch. Ja, dus voor die beesten is het ook niet zo fijn. Het was weer ontzettend warm vandaag. Maar,
Drippie, drippie. Ja, oh gosje toch. Nou, en die andere boef die zit lekker hier, oh. Die hebt ook wel voor mij wel naar zijn zin. Die zit lekker met zijn luie kont zit hij op de afzuigkap. Op de afzuigen. Hé, hey, wat is er nou? Ga je nou boos doen? Hé, hey, Boquitootje. Hé, hey, Boquitootje. Hé, hey, Boquitootje. Kijk, Boquitootje, hè. Ja, Boquito, die bijt tenminste nooit. Ik hoef bij Boquito nooit bang te zijn dat als ik hem aaide van... Oh, ik moet oppassen, misschien bijt hij wel. Ja, dat kunnen we voor jou helaas niet zeggen. Hé, Dribbel? Dribbel die wil af en toe nog wel eens uithalen. Maar goed, ja, dat kan ook gebeuren, hè. Dus, ja. Nou, ik ga het even lekker... ik moet de deur nog op slot doen trouwens. Anders dan word ik vannacht beroofd of zoiets. Weet ik veel wat. Ik ga altijd de deur altijd even dicht. Dan ga ik even het donker in. Zo. Hoppa. Dan gaan we eens even de deur even dichtgooien. En dan ben ik er helemaal klaar voor bijna, jongens. De Efteling. Dus dat wordt wel ontzettend leuk. Oh, zo, hoppakee. Dus ik ga even lekker de boel uitzetten hier. En dan ga ik lekker slapen. Ja, het is een hele korte vlog vandaag. Ik weet het. Maar ja, ik heb niet veel te melden. In ieder geval heb ik weer een ontzettend lekkere dag rust gehad. Nog hetzelfde nog een paar uurtjes even lekker slapen. Dus, en het is, ja, het was gewoon vandaag weer ontzettend warm ook. Ik wou eigenlijk nog eventjes, dat moest ik nog vertellen. Ik wou eigenlijk nog even ergens naartoe. Die locatie ga ik eigenlijk niet vertellen, maar dat, dat komt nog wel een keertje, komt dat erop te staan. Want ik ga het er zeker weten nog een keer heen met mijn camera om daar te vloggen. Maar ik had er vandaag geen zin in, jongens. Ik had vandaag ineens. Ik had er vandaag ineens geen zin in om weer de auto te pakken en weer weg te gaan. En dan weer in de drukte. Dus ik had er vandaag gewoon geen zin in. Ik heb vandaag gewoon even lekker een relaxe vrijdagje gehad. En morgen dan wordt het toch alweer druk. Morgen de Efteling en dan zondag nog weg. Dus dat gaat wel, is wel ook wel weer aardig druk allemaal bij elkaar. Dus ik denk, nou, ik ga het even lekker een dagje even uitrusten. En dan komt het allemaal wel weer goed. Nou, ik ga hem even afsluiten voor deze kant. Ja, deze keer even een korte vlog. Af en toe een lange vlog. En af en toe wel eens een korte vlog. Morgen in ieder geval... ga ik naar de Efteling. Morgen kunnen jullie ook. Het zijn wel een paar dagen later opgenomen natuurlijk. Of in ieder geval, ik ga het morgen opnemen. Maar een paar dagen later zien jullie het pas. Maar dan kunnen jullie ook de vlog kunnen jullie morgen zien. En ik ga er in ieder geval weer vandoor. De groetjes van allemaal van deze kant. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Abonneer natuurlijk als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneer zeker weten. Ik sta al op 363 abonnees. Dus het gaat weer lekker. Het gaat echt weer eindelijk weer een beetje stijgen. Want het is even een tijdje stil geweest. Maar nu gaan de abonnees wel weer langzaam omhoog. Dus het gaat de goede kant op. In ieder geval, jongens, druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Vink het aan. Dan krijgen jullie elke keer een melding. Als het weer een nieuwe video of livestream is. Jongens, allemaal bedankt voor het kijken. Ik ga nog even verder met de computer. En ik spreek jullie allemaal. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Tof.